Hoogleraar Ton Koonen neemt afscheid als hoogleraar elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. De heer Koonen is een wereldwijd erkend topwetenschapper op het gebied van glasvezeltechnologie. Hiervoor heeft hij meerdere eervolle onderscheidingen gekregen. Het is mij een eer en een genoegen om u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u vandaag, vrijdag 24 september 2021, te mogen benoemen tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Uit handen van burgemeester Hoebe ontvangt hij de koninklijke onderscheiding ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Ik spreek hard. Deze mensen. Er worden vandaag nog geen handen geschud, dus ik feliciteer u op deze manier. Van harte proficiat, ik heb het net al aangegeven, wij zijn ongelooflijk trots op mensen zoals u. Meneer Koonen, van harte gefeliciteerd met deze bijzondere onderscheiding. Dank u wel. Had u het stiekem een beetje verwacht? Nee hoor, helemaal niet. Nee, echt helemaal niks? Nee, echt niet. Ik was de laatste tijd zo druk bezig om die reden voor te bereiden, inclusief de slides en het boekje en alles. Dus ik ben er verder niet mee bezig geweest van, goh, zou er nog wat anders komen? Anders gebeuren. Nee. U neemt afscheid als hoogleraar. Gaat er nou meer vrije tijd komen en heeft u er al plannen voor? Ja, in principe komt er meer vrije tijd omdat ik geen werkverband meer hier heb, dat klopt. Meer tijd komt er dus naast wat ik anders aan het werk deed. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal dat werk niet meer doe, want we hebben wel recent nog een samenwerkingsprogramma opgestart met Technische Universiteit Delft, Universiteit in Twente, Universiteit Leiden, Universiteit Amsterdam op het gebied van die optisch draadloze communicatie waar ik juist de laatste jaren zo druk mee bezig geweest ben. Dus het is wel heel leuk om dat in een nieuw programma voortgezet te zien worden en om dat dus ook op gang te helpen, zeg maar. Het is een kwestie van weer nieuwe mensen erop zetten, nieuwe PhD-studenten, AIO's, studenten dus, die dat op gaan pakken en die dat weer verder brengen en daarbij toch wel enige goede raad zouden kunnen gebruiken. En dat kost natuurlijk even tijd, maar mevrouw Koonen, denkt u dat u hem kunt strikken voor een leuk tripje? Ja, dat is wel de bedoeling, meer reizen en hopen inderdaad dat dat kan nadat COVID, want dat zijn inderdaad onze plannen, iets meer relaxen. Maar afscheid van de wetenschap zal die inderdaad nooit nemen. Dat hoeft ook niet, maar alleen de leuke dingen. En dan gaat het allemaal vanzelf, denk ik.